Royston. Yes, broeder. Hoe is hij, man? Goed. Goed, jongen. Hoe is het met jou? Rustig aan, broer. Ja, we gaan Anous geven gewoon? Ja, zeker. Hè? Alles mag weten. Ik doe het op jullie wanneer deze tijd. Mami. Goed, en met jou, broer? Goed, 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 goed. Zeker. Vandaag hebben we niemand minder dan mijn jeugdvriend, mijn broer, Royston Ricky Drenthe, geboren op 8 april 1987. Klopt. Zelfde geboortedatum niet, maar zelfde dag. Zelfde dag. Als Edson. Ja. Gespeeld bij Feyenoord, Everton, Real Madrid. En zo kunnen we er nog meer op noemen. Ja, precies. Alania Vladikavkaz, Redding, Sheffield Wednesday. We hebben gevoetbald bij Kozakken Boys. Oh ja, natuurlijk. We hebben gespeeld bij Racing Murcia. Ja. Sparta. Sparta hebben we gevoetbald. Jezus. Natuurlijk onder 21. Ja, toch. Jong Oranje. Jong Oranje. Dat begon vanaf onder de 16 tot onder de 17. Eigenlijk die elftallen daaronder was ik geschorst bij Feyenoord. Ja. Tenminste, ik ben geschorst geweest 2 maanden, waardoor ik zeg maar een periode tot eigenlijk mijn 16e niet werd opgeroepen. Ja. Dat had te maken met een akkefietje wat had plaatsgevonden in Zwitserland volgens mij. Mm-hmm. Ja, dat was in Zwitserland inderdaad. Was Marcel Bout trainer van de B1. Ja. En ik was nog C'tje, ik mocht met de jongens mee. Akkefietje had plaatsgevonden, waardoor ik 2 maanden geschorst werd. En ook vanuit binnenuit van Feyenoord dat ik zeg maar niet mocht opgeroepen worden voor eigenlijk de Nederlandse jeugdelftallen. Eigenlijk tot mijn 16e, 17e, daarna pas werd ik echt weer opgeroepen. Oranje onder de 17, oranje onder de 18. Ja. En vanaf daar ging het zeg maar... Pakte je het weer op? Ja, het was eigenlijk... Normaal begint die journey zeg maar vrij vroeg. Ik weet nog met jongens als Timon van Leeuwen. Gianni. Ja, eigenlijk waar ik ook bij hoorde, zeg maar. Die jongens hadden eigenlijk al die volledige journey, zeg maar. Die elftallen daaronder, onder zeg maar, het Jong Oranje. En voor mij was het eigenlijk nieuw. Ik kwam eigenlijk pas bij onder de 17. Ja. En ik moest nog een beetje zoeken. Ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat was me, zeg maar, afgepakt. Maar ook vanuit mijn eigen kant, mijn eigen soort geweest. Waardoor ik, zeg maar, niet bij dat soort journeys was. Maar ik had natuurlijk wel... al enorm veel meegemaakt met Feyenoord in de jeugd. Zaaltoernooien, voetbaltoernooien waren al. Eigenlijk rondom België, Duitsland, alle toernooien een beetje meepakten. Mm. Ja. Nice man, nice, nice. Hey, Royston. Ik moet eerlijk zeggen, man. Hoe ik jou ken. Je bent altijd een levendig persoon geweest. Ja, klopt. Snap je? Altijd hoog in de energie. En nu bij het binnenkomen zie ik een beetje een gelaten Royston. Ja. Een Royston die een bepaalde rust uitstraalt. Ja, ik vind dat op zich wel een compliment, eerlijk gezegd. Ik moet zeggen dat ik nog vrij zoekende ben, zeer zeker naar mezelf. Zeer zeker in het... ik ben gewend geweest altijd een bepaalde soort image naar buiten te brengen en... Zoals je zegt, een persoon die sowieso altijd vrij aanwezig was. Maar ik denk dat dat ook een bepaalde soort image was die ik zelf naar buiten wou brengen. Doordat ik zeg maar die voetballer was en in die mannensport terechtkwam. En waar ik zeg maar vergat zeg maar, dat die lieve kant van mij helemaal niet verkeerd is. Zeg maar in de voetballerij. Ik heb dat scherm heb ik heel lang voor me gehouden. Ik denk eigenlijk... Pas na mijn 33e dat ik een beetje bij mezelf ben gaan ontwikkelen van oké, je hoeft niet altijd stoer te zijn. Je kan ook gewoon af en toe een stapje terug doen en laat maar je lieve kant zien. Mm-hmm. Wat dat betreft denk ik dat je helemaal niks verkeerds laat zien. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met gehad waar ik in ben opgegroeid, waar ik vandaan kom. En daar was het, als je niet hard bent, ben je eigenlijk
Ben je zielig, jongen? Roya, wacht. Want je zegt nu al een heleboel goede dingen. En daar gaan we zo meteen daarop terugkomen. Maar eigenlijk onze... Want dit zijn allemaal vragen die we zo meteen gaan stellen. Maar onze eerste vraag altijd die we aan onze gast stellen is... Zo zijn wij eigenlijk begonnen om dit concept vorm te geven is... Hoe gaat het met je nu op dit moment? Of gaat het echt niet? Ja, zoals ik al eerder aangaf... nog steeds zoekende, maar ik noem mezelf een beetje een laadbloeier in dit proces. Mm-hmm. Om het feit dat in die stroomversnelling wat mijn leven is gegaan en waar ik zelf zeg maar heb gezeten vanwege mijn carrière als voetballer, denk ik dat ik zeg maar onbewust zeg maar een bepaalde soort groei, opvoeding en daar laat ik mijn moeder helemaal buiten, heb moeten missen, onbewust. Je stopt heel veel dingen weg op het moment dat je zeg maar met enig verdriet zit of enig issue buiten het veld of het sociale leven wat zeg maar niet gaat zoals je dat wilt, stopte ik dat weg met eigenlijk of voetballen of lekker gaan stappen of een drankje gaan doen en zo vergat ik het iedere keer. Je toch, en zo stopte ik het ook iedere keer weg en dat ging zich op een gegeven moment, hoe ga ik dat zeggen? Dat ging zich op een gegeven moment in traumatische vorm, zeg maar, vormen. Maar op latere leeftijd. Mm-hmm. Hoe gaat het nu met mij? Ik denk dat persoonlijk gezien, denk ik dat het goed met me gaat. Waarom denk ik dat het goed met me gaat? Omdat ik open sta om nog steeds te leren, zeg maar. Mm-hmm. Als ik kijk naar bijvoorbeeld nu, de nieuwe generatie. En behalve de nieuwe generatie, maar bijvoorbeeld voornamelijk naar jongens die zeg maar op het platform zitten waar ik toen zat. Mm-hmm. En dan heb ik het voornamelijk over voetballers. En dan probeer ik een beetje te kijken van... op het moment van praten of een interview van hoe steekt deze jongen een beetje in elkaar en wat brengt hij vanuit zichzelf. En dan zie je bij bepaalde jongens kan je al vanuit hun aura kan je al zien dat ze zeg maar die basis is goed. Dus het is heel moeilijk voor hun om zeg maar te vallen van die ladder, snap je? En bij mij was het zeg maar zo van hij kan elk moment vallen van die ladder, ongeacht hij wel een stoer kereltje is. Ja. Ja. Als je het hebt over de basis, die basis bij wat je bij die anderen wel ziet. Yeah. Wat is die basis voor jou geweest dat je gemist hebt dan? Ik denk dat ik... kijk, zoals ik al eerder aangaf, ik kom vanuit een vrij hectische cultuur. Ja. Maar mijn opvoeding vanuit huis uit is voor mijn gevoel altijd zodanig goed geweest. Om het feit, mijn moeder heeft gewoon gedaan wat ze kon, wat ze kon doen. En heeft mij altijd bijgestaan to the fullest. En uiteindelijk kwam er heel vroeg in mijn leven, kwam mijn vader te overlijden. Dat was op dat moment voor mij zeg maar geen gemis, want ik was zelf 3. Maar voor mijn moeder was dat een enorm keerpunt in haar leven en tot de dag van vandaag. Mijn moeder is een enorm gelukkige vrouw op dit moment, heeft een nieuwe vriend en alles. Maar je ziet ook dat de baas van mijn moeder is top. Maar als ik soms met mijn moeder praat en we praten gewoon normaal, dan wordt ze emotioneel. Omdat ze vindt dat ze zeg maar, dat zij denkt dat mijn traumatische ervaringen door haar komen. Snap je? Ja. Waar ik haar probeer duidelijk te maken. Dat sowieso op het moment dat ik met haar praat, is bijna altijd emotioneel. Om het feit dat zij denkt dat ze daar een beetje in tekort heeft geschoten. Maar uiteindelijk was ik zelf die volwassen guy die zeg maar... al heel vroeg in deze wereld terecht kwam en ik woonde nog thuis. Toen ik die transfer maakte naar Real woonde ik nog thuis. Dus het was voor mij sowieso een onmogelijke optie vanuit huis uit, zeg maar, alleen naar Spanje te gaan en kijk maar wat je gaat doen. Dus mijn moeder ging met me mee, dus alles werd zeg maar met de lepel zo in mijn mond gegeven. Om het feit dat ik wist niet beter, mijn moeder wist niet beter, mijn tante wist niet beter, niemand wist beter, snap je? Mm. Maar uiteindelijk zeg maar, het Royston loslaten, dat was ook zeg maar iets wat een bepaalde soort angst creëerde binnen de familie, om het feit dat ik was nog altijd zo beschermd was. Ja toch, ja, begrijp je? Maar uiteindelijk, doordat ik niet beter wist, was het ook zeg maar, zoals ik al zei, laadbloeier voordat ik echt volwassen werd, omdat voor mij was het altijd zeg maar, je weet toch? Ik hoor dat man. En absoluut, hier is niet van, oh dat is goed, dat is slecht. Nee, weet je, we judge je niet. Mm-hmm. Maar het is wel super herkenbaar man. En dan als je het hebt over laadbloeier zijnde,
ik kwam ook pas op mijn 16e bij een BVO, betaald voetbalorganisatie, bij Utrecht. Dat het toen heel snel is gegaan met mij, weet je, omdat ik ja, die drive en die wil heb gehad. Maar ik had ook heel lang die hoop en van ja, ik zie boys elk seizoen worden gescout door die, door dat. En dan toen op een gegeven moment Utrecht. Utrecht was ik nog, woonde ik in Almere, dus dat is vrij dichtbij. Dan ben je nog gewoon elke dag thuis. Mm-hmm. Maar daarna heel snel, daarna de stap naar Twente. Het oosten van het land. Klopt. Andere cultuur, andere manier van leven. Met mij toen, huidige, met mijn ex-vrouw toen de tijd. Kinderen. En dan ben je in één keer een man. Ja. Moet je in één keer een man zijn. En dat was... ja, met vallen en opstaan, man. Ja. Dus het is super herkenbaar. Nou, ook voor jou denk ik wel. In het proces. Dat je in één keer een versnelling krijgt. Ja. Ja, mijn basis was op zich was het wel goed. Jij kent mij als geen ander. Ja. En voor mij was het best wel moeilijk op het moment dat ik richting Heerenveen ging. Want we woonden allebei, woonden we nog thuis. Die tijd, dat, klopt. Die periode dat we bij Feyenoord speelden. En op het moment dat je naar het buitenland gaat, voor mij was het iets makkelijker. Omdat mijn moeder kon bij me zijn of mijn ouders konden bij me zijn. Als ze 2 uur in de auto zaten. En voor jou was het even wat anders. Dus. Ja. En ik begrijp, ik weet vanuit jouw thuissituatie dat ja, jullie waren, zijn gewoon een hele hechte familie. En dat was gewoon, ja, was gewoon moeilijk om dat los te laten. En jij was altijd het oogappeltje, zeg maar. Alles werd voor jou gedaan. En, Klopt. Of wordt voor jou gedaan. Maar goed, een van onze stukken in onze podcast is dat wij de gast vragen ook. We stellen 10 vragen. Ja. Om de gast wat beter te leren kennen. En je hebt eigenlijk maar een paar seconden om antwoord te geven. Oké. Okay. Brengt een beetje een andere dynamiek in de... in onze podcast. Duidelijk. Dus Edson en ik stellen om de... We stellen de vragen, de vragen om zijn beurt, sorry. Ja. En laten we gewoon beginnen. Onder druk presteren, precies, Royce. Precies. Dat is niet, daar ben je niet onbekend in. Nee, dat klopt. Oké, let's go. Wat ga je dit jaar doen wat niemand van je verwacht? Weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Daar kan ik niet 1, 2, 3 zo antwoord op geven. Het zijn meerdere dingen die ik een beetje in gedachten heb, maar zo direct antwoord geven op specifiek 1 ding, moeilijk. Oké, wat zijn meerdere dingen die je zou kunnen doen dan die je in gedachten hebt? Ja, gewoon sowieso de dingen die ik leuk vind. Mm-hmm. En de dingen die ik denk dat bij me passen, waaronder ook begeleiding. Mm-hmm. En ja, dat is het zo een beetje. Maar voornamelijk vooral mezelf terugvinden voordat ik eventueel nieuwe stappen onderneem, snap je? Ik kan niet aan iets beginnen om eventueel anderen sowieso goed willen doen, terwijl ik zelf niet op de juiste lijn ben. Ja. Okay. Goeie man. Next, wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt? Wat is het spannendste wat ik ooit heb meegemaakt? Dat is een hele moeilijke vraag, man. Nee, ik denk dat dan het spannendste is dan toch, dan denk ik dat het, dat was samen met hem. Ik heb veel spannende dingen meegemaakt, maar ik weet nog dat we op het water gingen in Suriname na het gewonnen EK. Ja. En toen gingen we hunt op krokodillen. Oh! En ik dacht dat het serieus, zeg maar, hunt op krokodillen, dat het gewoon op klaarlichte dag was. En dat we dus gewoon een bootje gingen met mensen die daar echt verstand van hadden. Dat was ook zo. Maar uiteindelijk was het krokodillenhunten, dat was in de nacht. Ja, dus we gingen eerst varen, dit, dat. Het was app. Nou ja, dus kwamen we aan, bomen waren omgevallen, moesten we uit het bootje in de rimboe, dit, dat. Oké, nou ja, we waren met onze vader, ik dan met mijn stiefvader, Jerry met zijn vader, uit die bootjes. Die bomen weggehaald, oké, varen dit en dat. Nou, uiteindelijk kwamen we in een soort van ja, meertjes, maar ik kende Surinaamse verhalen, draaikolken, dit, dat. Dus ik was overal aan het kijken. Mannen gingen shotgun testen en dat soort dingen. Oké, geen probleem. Maar toen begon het uiteindelijk. Toen was het donker, toen zei ik van, we gaan nu terug, toch? Ja. Nee, nu begint het. Nu begint het. Hoe bedoel je, nu begint het? Nou, dus ik was sowieso al een soort van panisch. Want nu ben ik in het donker, in de rimboe. In Suriname? Met 2 guys die het water wel kennen, maar het was donker. Ja. Dus ik had echt het gevoel van, hoe komen we terug? Nou, toen begon eigenlijk het hunten. En toen was het ineens in de boot.
Want ja, toen zagen ze een krokodil. En dan met die flashlight toch? Maar dan ja, toch kon je die ogen zien. Ja, ogen zien. Precies. Wauw. Dan beginnen gewoon te schieten in het water. Bam, springen in het water. Graaien naar krokodil. Gooi je die krokodil getaped in de boot. Ben je uit het bootje gestapt? Nee. In de nacht ging ik niet meer uit die boot. Mijn boot was safe zone. Nee, maar wist je nog, dat die krokodil, die bewoog. Dat leg je uit toch, hij heeft shotgun kogel gekregen hier, maar hij is nog steeds aan het bewegen in die boot. Achter in die boot, je weet toch. Getaped en al, mond getaped, maakt niet uit. Wow! Ja, dat was wel een van mijn engste ervaringen. Ik moet zeggen... Nou, dat is behoorlijk spannend. Ja, was super spannend. Ik wou terug toch. Dat was voor mij echt van, we moeten nu wel terug. Ja man, eerlijk. Top. Oké, next. Ik weet niet of die andere antwoorden aan dit gaan tippen. Ja, wanneer moest je voor het laatst hard op lachen? En ik weet, jouw lach is te grappig. Heb je ooit Royston horen lachen? Als hij serieus lacht. Zo, wanneer moest ik voor het hard op lachen? En wat ik nog erbij moet zeggen, hij heeft deze stem al sinds hij 8 is of zo. Heese stem inderdaad, ja. Ik had altijd bobbels op mijn stembanden. Dus ik had sowieso al een hele heese stem vanaf jongs af aan. Barry White dingen gewoon. En ja, door het schreeuwen. Wordt het nog? Dan werd ik over de week zeg maar hees. Ja. Logopedie. En uiteindelijk kon ik dat maar. Die zware stem had ik al vrij vroeg op leeftijd, ja. Dus als hij lacht, ga je heel horen. Oké, wanneer moest je voor het laatst hard op lachen? Dat is een moeilijke vraag, man, Jan. Ik zeg je eerlijk, wanneer moest ik voor het laatst hard op lachen? Ik ben onder druk, man. Fuck ja. Ja, ik probeer een beetje... Wanneer moest ik voor het laatst hard op lachen? Hard op lachen, dat ik bij mezelf dacht. Wow. Weet ik even niet. Next, okay, we gaan door. Terug. Ja. Wat is de mooiste herinnering aan je ouders? Aan mijn vader. Eerlijk gezegd heb ik heel weinig herinnering. Ik was heel jong. Ik was 3 jaar. Kleine flashbacks, maar dat is moeilijk na te vertellen. Mm-hmm. Ik denk dat mijn moeder je hartstikke mooie dingen kan vertellen over mijn vader. Aan mijn moeder, ja, ik denk dat de creatie van mij, maar ook gewoon de persoon die ik nu ben, de herinneringen die ik aan die vrouw heb zijn, ja, sowieso enorm. De basis ligt bij mijn moeder. Ik kan niet zonder haar, ik kan me niks voorstellen zonder haar. Ongeacht ik mijn kids heb, ongeacht ik de mensen heb die van mij houden, maar mijn moeder zegt mijn tempo, dus... Alles eigenlijk een beetje, dus alles wat zij mij kan navertellen over mijn vader, bijvoorbeeld over dezelf, over hoe het toen was, of wat ik zelf herinner, ja, dat koester ik enorm. Mm-hmm. Mooi. Nice man. Wat is je favoriete onderwerp om over te praten? Royston, waar gaan we het over hebben? Dat is een goede vraag, man. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd, op dit moment. Ik vind meerdere dingen wel echt leuk om over te praten, als ik het interessant vind. Ja. Mm-hmm. En als ik mezelf een beetje, als ik denk dat ik het zelf ook kan. Ja. Maar om zo specifiek één ding te zeggen, denk ik dat ik niet eerlijk tegen mezelf zou zijn, omdat ik echt wel meerdere dingen leuk vind. Oké. Next. Welke dag of welk moment zou je willen herbeleven? Maar is het dan, bedoel je dat, is het dan echt specifiek één ding, iets moois wat je hebt meegemaakt? Of gewoon dat het een leuke dag was, dat je bij jezelf dacht van Als het nou een leuke dag is, als het nou een minder leuke dag is geweest, maar je zou het willen herbeleven, je zou het weer opnieuw willen. Oké, ja, dan moet ik toch kiezen voor mijn 29e verjaardag. Waarom? Ik zou het eventjes uitleggen. Ik zou eigenlijk mijn 30e verjaardag, zeg maar, Big Yari, op Surinaamse Fassie, groot vieren. Ja. Maar op dat moment zat ik in Abu Dhabi, dat was 2016. En toen werd mijn oma werd ziek. En kwam de diagnose dat ze kanker had. Dat is de moeder van mijn vader. En ja, ik wou nog één keer wou to the fullest met haar feesten, gewoon alles met haar doen. Maar ik zat op dat moment in Abu Dhabi en er was al aangegeven van ja, ze mag niet meer vliegen, liever niet. En beter dat we het zo doen. Dus op
een of andere manier met de doktoren kunnen praten en vragen van oké, is er een mogelijkheid dat mijn oma nog één keer deze kant op kan vliegen? Dat ik dan mijn 29e verjaardag met haar dan groots kan aanpakken. Want ik zou dan mijn verjaardag wel gewoon in Abu Dhabi doen, maar we zouden gaan uit eten met de familie. Mm. Uiteindelijk hebben we het geswitcht in een jachtparty en mijn kinderen waren er. Ze is naar zwemparadijzen nog geweest met me. Maar die party dus, dat was epic. Want mijn oma was ook gewoon op de jacht. Je weet toch? En mijn oma was groot. Je weet toch? Was groot. Had een grote mond. Maar ze was ook gewoon op de jacht. Ja. Met de sigaar. Alles to the fullest. Ja. Maar dat zou ik eigenlijk om mijn 30e doen. Okay. Dus ja, dat zou ik nog wel een keertje willen overdoen. Want mijn oma's waren wel gewoon allebei. Van mijn moeders kant en van mijn vaders kant. Dat waren mijn homies. Ja. Je weet toch? Met die anderen. Met allebei eigenlijk. Op Centraal dan was ik klaar, Feyenoord C1. En dan stonden ze op Centraal, want op Centraal had je die bussen, die gingen bingo toch? Yeah. Den Haag, Amsterdam, Utrecht, je weet toch? Ik als teamboy mee in die bussen, je weet toch? Bingo, schrijven daarin. Dat was mijn ding, je weet toch? Mee bingo met oma, je weet toch? Dat soort dingen, we hebben helemaal in die vibe gebracht, begrijp je, weet je toch? Leuk, man. Dus ja, dat is voor mij wel, dat zijn wel dingen die ik... Opnieuw zou willen doen, ja. Mooi. Mooi. Welke goede eigenschappen van jezelf benut je op dit moment te weinig? Welke goede eigenschappen van mezelf benut ik op dit moment te weinig? Wat zijn nu een van je goede eigenschappen eigenlijk? Ik denk dat de goede eigenschap van mij... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo te zeggen. Wat is een goede eigenschap van Roya? Laat me het zo zeggen. Ik denk dat de goede eigenschap van mij is dat ik sowieso altijd wel een luisterend oor heb naar familieleden. Mm. Ik heb zeker mijn harde kant, maar ik denk dat ik zeker een groot hart heb. En dat ik zeker wel willig ben om iemand een tweede kans te geven. En zeker als het vanuit familieperspectief komt. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik wel een goed hart heb. Ja, zeker. Ik kan het. Je hebt een goed hart, bro. En je af en toe wel een klein, ook een klein hartje dat wordt vaker dan vanaf buiten. Grote mond, van buitenaf gezegd. Ja, buitenaf gezegd. Maar ik weet niet of dat per se een goed eigenschap is, maar ik denk dat ik wel gewoon wel. Is een hoe zeggen ze dat? Een zelfverdediging mechanisme. Ja. Dat woord zou het waarschijnlijk zijn. Echt zo next. Moeilijke woord. Zelf mechanisme, oké. Welke vraag? Oké, ja. Waar ben je het meest dankbaar voor? Op dit moment ben ik zo het meest dankbaar voor mijn kids. gewoon voor lijf. Want ja, zonder lijf, je kan zoveel dingen opnoemen. En zoveel dingen opnoemen die je lief hebt. Maar ja, als leven jou niet gegund is, dan is het ook gauw over. Dus wat dat betreft sowieso voor lijf. En ja, mijn kinderen, man. Mijn kinderen zijn sowieso... Zoals ik al eerder aangaf, in de cultuur waar ik ben opgegroeid, dan zie je dingen. En heel veel dingen ga je onbewust nadoen doordat je bepaalde dingen ziet en doordat je bepaalde dingen normaal vindt. Maar zoals je weet heb ik niet alleen kinderen bij één vrouw. Ja. Dus dat is sowieso al heel iets moeilijks voor mij, wat ik heb ontdekt in de loop der jaren. Waarom is het iets moeilijks voor mij? Omdat uiteindelijk had je het liefst dat je natuurlijk je gehele gezin altijd bij je zou hebben. Nou ja, je probeert dan het beste ervan te maken, maar als je dan gaat kijken, en dan praat ik voor mezelf nu, wat ik heb gecreëerd rondom mijn kinderen, al mijn kinderen zijn gewoon één. Mm. En dat ook niet zo hoeven zijn, begrijp je? Mm. En dat is ook niet, want uiteindelijk heb je met verschillende zielen te maken, je hebt met verschillende moeders te maken en het hoeft ook maar niet zomaar zo te zijn dat hun jou ook die harmonie gunnen. Uiteindelijk probeer ik wel zelf altijd, zeg maar, voorop te staan dat die harmonie altijd blijft en tuurlijk, de een zie je wat minder dan de ander, maar uiteindelijk, als we samen zijn, is het altijd. En dat is die creatie die ik zelf heb kunnen creëren. En waar ik ook wel heel veel props voor
vanaf buitenaf kreeg. Om het feit dat ik ken natuurlijk ook wel vaders die gewoon hartstikke goed hun ding doen en sterk in hun schoenen staan, maar die toch het probleem hebben dat ze 1 of 2 kids niet zien vanwege een moeder die is verhuisd naar Bolivia. Ja. Begrijp je dus? Ja. Wat dat betreft ben ik wel super dankbaar voor dat stukje. Dan, dat is een mooi bruggetje naar wat is het mooiste compliment dat je ooit gekregen hebt? Ja, het mooiste compliment wat ik nu op deze dag krijg is dat ik het leuk doe met mijn kids en een goede vader ben. Natuurlijk zijn dat mensen die natuurlijk dingen zien op social media of die me niet persoonlijk kennen. Vanuit binnenuit hoor ik het ook wel vrij veel. Maar ik zie zeer zeker nog mijn mankementjes. En dat komt natuurlijk ook zeer zeker om het feit dat soms zo. En dat is natuurlijk voor het pad wat ik zeg maar heb bewandeld en niet per se bewust voor heb gekozen, maar zoals mijn leven nu zo op deze dag is. Mm-hmm. Probeer je natuurlijk wel iedere keer een soort van verbetering te vinden in het stukje vaderschap. En dat stukje is niet altijd even makkelijk. Mm-hmm. En soms geeft het ook wel eventjes een soort van sit down en dan heb je het gevoel van oké, wacht even. Mm-hmm. Schiet ik daar niet een beetje iets tekort of schiet ik daar niet een beetje iets tekort, maar uiteindelijk dat stukje ga ik niet zeg maar veel meer in kunnen brengen. Dus, maar het werkt wel, werkt wel tegen soms. En soms heeft het ook wel een beetje bad feelings op bepaalde dagen dat het zeg maar wel erin hakt. Mm-hmm. Ongeacht je kinderen gewoon zit lachen, weet je toch? Maar. We gaan daarop terugkomen, man. Laatste vraag. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd in je leven tot nu toe? De meest waardevolle les in mijn leven tot nu toe is never give up. Welke fase je ook in je leven terechtkomt. Ik weet dat ik rond mijn 25e wel eens heb geroepen van dit gaat nooit veranderen. Begrijp je? En toen was ik in een fase van mijn leven dat ik dacht dat ik eigenlijk dat ik God was. Begrijp je? Het voelde ook zo. Weet je toch? Voor mij voelde het zo. Uiteindelijk, je leeft op dat moment in een periode waar alles roze kleuren maneschijn is. Maar uiteindelijk, je kijkt. Ik wist zeg maar niet hoe ik moest omgaan met bepaalde downs. Ja. Ik kon alleen maar omgaan met pieken. Omdat ik had alleen maar pieken meegemaakt in de loop der jaren. Snap je? Dus toen die downs bij mij kwamen. Ja, toen was het eventjes. Toen wist ik niet hoe ik mezelf moest terugvinden, snap je? Ja. Ik moest met echt mensen gaan praten om eventueel mezelf terug te vinden, omdat ik wist niet hoe dat voelde. Ja. Begrijp je? Ja. En toen ik zeg maar ging erkennen voor mezelf van oké, wacht even maar, dus ik kan mezelf uit deze soort diepe dal trekken. Ja. Maar dat wist ik helemaal niet. Ja, begrijp je? Ja, en toen kreeg ik waardering voor die shit. Begrijp je? Toen was het voor mij van oké, je moet eigenlijk niet opgeven. Want ongeacht ik op dat moment gewoon stabiel was, weet toch was, mezelf uit die diepe dal trekken was nog zwaarder dan alles wat ik zeg maar ooit had gedaan. Ja. Ja man, ik, Royston, je weet toch, we zijn elkaar een paar keer tegengekomen. Wat ik net al zei, ik merk wel een groei in jou. Als persoon, als we kijken naar interviews en die je hebt gegeven, hoe je jezelf meestal presenteerde. Ja. Merk ik een hele grote stap voorwaarts, groei. Weet je, in de persoon die je toen was, die je nu bent. En nog steeds in het proces zit naar de persoon die je uiteindelijk gaat worden. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal deze fases hebben meegemaakt. Zeg maar als ik verkeerd zit. Ik proef nog heel veel pijn. Ja, ik proef nog heel veel verdriet. Sowieso. Ik proef nog heel veel dat je bepaalde situaties. Ja, je bent in een proces, maar nog niet echt geaccepteerd hebt. Ik denk dat sowieso, je hebt sowieso gelijk over een stukje pijn, verdriet. Omdat ik voel voor mezelf nog dat ik in een verwerkingsproces zit. Ongeacht je bepaalde dingen al lang een plek hebt kunnen geven, zit ik voor mezelf nog
Gewoon met heel veel vragen. En die vragen zijn, hoeven niet per se beantwoord te worden. Want uiteindelijk heb ik wel mezelf er doorheen leren slaan. Ja. Maar ja, zo is het wel. Weet toch? En uiteindelijk is dat ook wel een stukje wat ik voor mezelf heb geaccepteerd. En waar ik zeg maar wel mee leer delen. Ongeacht ik zeg maar zelf heel veel heb geleden en zeg maar nog steeds in het proces zit. Ja. Weet ik dat ik ook heel veel andere mensen zeg maar heel veel leed heb aangedaan met hoe ik zeg maar mijn lifestyle gewoon zeg maar. Mijn lifestyle was niet hetgene wat zeg maar paste in het stukje wat ik wou presenteren. Begrijp je? Je trouwt op 23-jarige leeftijd. Maar als jij je lifestyle niet wil aanpassen, voor wat trouw je dan? Op dat moment, begrijp je? Ja, dus dat soort stukjes. Als je dan teruggaat van oké, stel dat ik niet getrouwd was geweest rond die leeftijd. Dan had ik misschien een vriendin, dan was mijn lifestyle misschien niet toepasselijk aan een vriendin hebben, maar dan was het makkelijkere ding om te verwerken, snap je? Ja. Maar je gaat, you go with the flow, je maakt spontane keuzes en dat, behalve spontaan, ja. Dat was hetgene wat ik dacht dat ik op dat moment moest doen en dat voelde ik op dat moment. Maar uiteindelijk heeft het niet zijn vruchten ervan afgeplukt. Bij jou, Johnny? Heb jij dat? Als je terugkijkt, dat er nog bepaalde situaties zijn die... Ja, sowieso. Ja? Ik heb in bepaalde situaties gezeten of dingen gedaan waarvan ik denk van ja, weet je, had ik dat maar niet op die manier opgelost of die keuzes gemaakt. Kan je een voorbeeld geven? Hebben we nu over voetbal gerelateerd of privé? Iets wat jou gewoon pijn gedaan heeft, verdriet? Ja, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Royster heeft gehad. Dat ik ook zeg maar in de periode dat het allemaal heel erg goed ging. Ja. Dat ik was niet de juiste persoon voor familie, vrienden, vriendin. Ja. En dat ik zeg maar mezelf niet echt kon zijn. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, dat is ook het proces van volwassen worden. Van jongen zijn naar volwassen precies, worden. Precies. Natuurlijk ga je om met bepaalde dingen. Misschien op een verkeerde manier. Ja. Maar waar het bij mij om gaat is dat je er zeg maar van leert van hoe kan je dit in het vervolg doen? Ja. En ik denk dat we daarom hier ook zitten om zeg maar knowledge te geven aan de volgende generatie. Ik bedoel, Roya, jij bent een perfect voorbeeld voor een ieder eigenlijk die zeg maar het alles heeft gezien. Laag, hoog, weer naar beneden. Je geeft zelf toe, je had bepaalde dingen heel anders willen doen. Dus daarom vind ik het verschrikkelijk mooi dat we hier nu kunnen zitten. En dat jij jouw kennis kan delen over Kees. Goed, ik heb fouten gemaakt en eigenlijk zou ik dit willen doen. Daar komen we straks op terug van als ik de kennis had die ik nu heb, dan had ik bepaalde dingen heel anders gedaan. Ja. Weet je? Maar ik ben ook heel erg benieuwd van als we kijken naar jou, naar je jeugd. Weet je, hoe je dat hebt doorlopen. Je hebt Rotterdam. Wat was het? Rotterdam West. Kom uit Rotterdam West, ja. Rotterdam West, Neptunus, Feyenoord. In de jeugd en dan weer even terug naar Excelsior. Klopt. Weer Feyenoord. Ik bedoel, we kennen elkaar al sinds een jaar of 7 zijn. Klopt. En hoe was dat eigenlijk, zeg maar, die stap toen je naar het eerste ging? Ik kan mij nog één ding. Ik kan me nog één ding herinneren en ik weet niet of je dat zelf nog herinnert. Ik maakte die stap naar het eerste net iets eerder dan dat jij deed. Ja, anderhalf jaar zo. Precies. Klopt. En ik kan me nog precies herinneren. Jij zei tegen mij van, op het moment toen jij je debuut had gemaakt, zei je, Johnny, ik kan eindelijk nu dezelfde kleren kopen als dat jij kan kopen. Ik weet niet of ik dat ken ik me herinneren, maar dat zou zomaar wel iets kunnen zijn wat ik tegen jou gezegd heb. En wat deed dat stukje zeg maar met dat stukje fame dat je op dat moment kreeg? Wat ging er door je heen? Wat voor
was er een, ook vanaf dat moment ook een bepaald verantwoordelijkheid die je op je nam? Ik bedoel, je hebt het heel de tijd over familie en hechtheid. Ja, eigenlijk niet. En alles. Kijk, eigenlijk niet. Kijk, in de finesses kan ik het je niet meer precies vertellen. Maar ik weet nog wel dat ik bij het eerste kwam. Dat eigenlijk vanaf daar begon, zeg maar, mijn joy, maar ook mijn ellende, zeg maar. Mm-hmm. Begrijp je? Omdat toen begon ik te beseffen van, hé, ik kan dit zelf. Dat was mijn visie, snap je? Heb je druk gevoeld? Ja, ik heb wel druk gevoeld. Zeker hele gezonde zenuwen. Ja. Maar bij Feyenoord was ik oogappel van het publiek. Je weet toch? Dus ik kon 80 fouten maken en ik werd nog steeds op handen en voeten gedragen. Ja. Dus dat was een ander soort druk. Begrijp je? En op dat moment was ik ook gewoon in mij. Ik was super in mijn zone. Waar ik ook speelde, ik wist ik kan gewoon, je weet toch? Ja. En ik kreeg ook die soort van vrijheid van de trainer, snap je? Ja. En kijk maar, want in mijn beginperiode dat ik bij het eerste kwam, we spelen tegen Ajax, ik werd ineens onder druk op linksback gezet. Die wedstrijd ik gelijk uit, ik pak Tom de Mil bij zijn voeten, score 4-1. Normaal gezien na zo'n wedstrijd 2, uitstijgen. Begrijp je? Ja. Maar, ja toch wat ik bedoel. Maar het was geen probleem. En toch kreeg ik weer die credits uiteindelijk links, half links, buiten. Want uiteindelijk werd ik op alle soort posities werd ik gebruikt door de trainer. Maar toen begon ik, zeg maar, te groeien. Begrijp je? Terwijl die ruimte wat ik, zeg maar, kreeg bij Feyenoord, die kreeg ik niet bij Real Madrid bijvoorbeeld. Weet je toch? Ja. En dat was voor mij, ik begreep dat niet. Ja. Begrijp je? Terwijl die knop moest ik al lang omgezet hebben. Maar achteraf gezien, met die leeftijd die ik had, kon dat ook helemaal niet. Waar ik nu persoonlijk in geloof, kon dat ook helemaal niet. Ja. Was je ready? Was je ready op dat moment voor die? In mijn gedachten was ik super ready. Toch? Maar Als je dus terugkijkt, hè, zou je weer die keuze maken om naar Madrid te gaan? Ik denk dat ik wel die keuze zou maken om naar Real Madrid te gaan. Wat had je anders gedaan? Je bedoelt qua transferwijs of? Ja, er is een maar. Ik hoor een maar. Ja. Ik had sowieso die keuze gemaakt om naar Real Madrid te gaan. Omdat dat was sowieso jongensdroom. Mm-hmm. Squala was Real Madrid mannetje. Wie is Squala? Is mijn stiefvader. is mijn moeders ex-vriend, zeg maar, mijn stiefvader. Die heeft eigenlijk het proces van mij, van jongen tot aan Feyenoord 1. Mm-hmm. Helemaal volgebracht. Ja. Dus hij moet sowieso die erkenning krijgen. Ja. Hij moet sowieso die erkenning krijgen van, man, weet toch, hij liet mij gewoon, weet toch, alles zien van. Hij was de man. Hij was de man in huis. De man in Squala. Mijn leven. Voilà, credits. Ja, toch? Ja, dus sowieso. Moeilijk, man. Moeilijk. Waarom moeilijk? Ik denk dat ik op dat moment sowieso in mijn flyzone was qua voetballer. En die transfer verdiende. Maar was het op dat moment het juiste moment? Had ik nog een jaar langer bij Feyenoord moeten blijven? Weet ik niet. Wat ik meer bedoel te zeggen is dat hetgene wat ik, zeg maar, gewend was bij Feyenoord, dat ik mijn fouten mocht maken, dat ik wist, ik moest van tevoren al weten dat op het moment dat je naar een grote club gaat, dat is niet meer hetgene wat je kan verwachten, dat ze je de tijd geven. Nee, wat op zich wel normaal is, want als je ergens binnenkomt bij een nieuwe baan, dan is het zo van oké, we gaan je een beetje helpen, we gaan je een beetje laten zien. Dat gemoedelijke, Dat bestaat niet in onze sport. In de top niet, begrijp je? Dus dat was voor mij super moeilijk. Dus toen ik te maken kreeg met fouten maken in het veld en mijn eigen publiek keerde mij, stond je er alleen voor? Dat begreep ik helemaal niet. Ja. Dus ik ging toen ook mij bemoeien met het publiek van uiteindelijk interview, doe me zeg je. Van, ze kunnen mijn rug op, dit, dat. Ja. Maar ja, die zelfvertrouwen kwam niet terug. Ja. Ook al deed ik stoer buiten het interview. Die zelfvertrouwen, ik wist gewoon, als ik een wedstrijd ging, was het voor mij nu van, vriend. Je speelt tegen het publiek. Twee fouten paas is broeia. Ja. Dus dat moest ik op een gegeven moment oplossen met sportpsychologie. En toen heb je dat toen wel gedaan? Ja, dat heb ik toen gedaan. Huh? Dat wist ik niet. Dus ja. Echt, ja, met, in de tijd van Real? Ja toch, want ik kreeg te maken met mijn 21ste ging alles lekker. Ja. Mijn 22ste kreeg ik te maken met dat.
En toen heb ik gekozen voor sportpsychologie via de club. Ja. En die meneer legde me toen uit van, oké, weet je wel wat het stukje Real Madrid betekent? Op dat moment, was het een Real Madrid fan? Die meneer stond, hij heeft mij eigenlijk zeg maar mij echt wakker geschud in het stukje van, want ik speelde bij Real. Ik wist dat Real de grootste club ter wereld was. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat er meer dan een miljoen leden wachtende staan op een seizoenkaart bijvoorbeeld. Dat de meeste supporters boven de 60 plus zijn. Dat Real Madrid alleen voor de prijs speelt. Dat wist ik wel, maar ik bedoel van mijn Feyenoord, toch? Mm-hmm. Dat supporters komen niet om wedstrijden te kijken en te verliezen. Ze willen alleen maar trofies zien. En, en dat bijvoorbeeld Madrid, dat is de club van de stad. De club staat waarschijnlijk boven de politie, boven alles, begrijp je? Ja. Mensen leven voor de club, snap je? Ja, dus, ja. Meneer legt er maar uit van, hier, je moet het zo zien. Jij speelt hier voor de grootste club ter wereld. Deze mensen willen alleen maar prestaties zien. Op het moment dat hun denken dat jij niet past tussen de stukken, dan gaan ze jou heel gauw boeien. Dat geldt voor de trainer, dat geldt voor jou, dat geldt voor Raoul, dat geldt voor Guti. Dat gaat voor iedereen. Ja. Zo is het publiek gewoon. Het publiek is meer van oude generatie. Ja. Zodra er niet goed wordt gevoetbald, dan word je geboord. Toen kon ik het op een of andere manier een soort van plekje geven. Ja. Mm-hmm. Maar toen ging ik ook een beetje begrijpen wat eigenlijk Real Madrid betekende. Maar voordat ik daar eigenlijk, toen ik daar had getekend, ik moest dat al weten voordat ik daar had getekend. Ja. Okay. Je kent alleen de image, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, dat is wat je weet. En Royce en Drenthe. Nee, maar wat ik bedoel, voordat ik zeg maar daar regen, dat is, je weet toch? Ja, nee, ik hoor je man. Nou goed, in je carrière, in je leven denk ik dat we, dat de meeste hebben meegekregen, hè? Wat in jouw carrière is gebeurd. Als het nou met fame te maken had, als het nou met... blessure? Ben je blessuregevoelig geweest? Nee, ik ben niet echt blessuregevoelig geweest. Want als het blessures waren, waren het meestal spierblessures. Ja. Hamstrings. Ja. Bovenbeentjes. Nou goed. Maar heel blessuregevoelig ben ik niet geweest. En eenzaamheid is een stukje waar ik eventjes op in wil gaan. Kan Royce ten Drenthe alleen zijn? Ja, nu wel. Toen de tijd heel mooi. Niet. Nee. Niet. En wat was hetgene wat je nodig had daarin? Ik weet niet of het per se was iets wat ik nodig had. Ik was gewoon een persoon die niet graag alleen was. Maar dat had ik vanaf kleins af aan. Ja. Nu ik ouder ben, tenminste nu ik in mijn proces zit, vind ik het lekker om alleen te zijn. Wil je alleen zijn? Ja. Vind ik het lekker om een momentje te nemen. Maar ik moet zeggen, zeker de tijd in mijn actieve voetbaltijd, maar ook gewoon buiten het veld. Ja. Nee man. Ik moest er niet aan denken, man. Ook al ging ik lekker pitten of wat dan ook. Ik moet een beetje horen van, ik hoor neef daar praten of moeder daar. Ik hoor tante koken. Dat was voor mij een bepaald soort geruststelling van, ze zijn er. Veilig. Ja, veilig gevoel. Ja. En heb je daar ook keuze in gemaakt waarin je, zeg maar, achteraf andere keuze in had willen maken? Nee, ik denk op dat moment dat ik het sowieso aan nodig, hoor. Waarom denk ik dat ik het nodig had? Om het feit dat heel vaak kon ik zeg maar mijn soort van rust daarin vinden en mezelf in, dat is waar ik zeg maar mijn soort van achterschelde zeg maar. Ja. Achterdrukte. Ik heb het ook wel gehad, hoor. Achterdrukte, achter bezig zijn. Ja, ik heb het ook wel gehad op een gegeven moment. Ook een stukje eenzaamheid in het niet begrepen worden, zeg maar. Weet je, want ik had ook mijn vrouw en mijn kids thuis. Mm. En heel erg gedreven in hetgene wat ik deed. Dus als ik een training voor mijn gevoel niet goed had getraind, of een wedstrijd niet goed had gespeeld. Ik kan me herinneren bij FC Twente voor het eerst. Hè, dan komen je ouders over. Die rijden anderhalf uur om naar je te komen kijken. Mm. En dan speelde ik een slechte wedstrijd. En dan kwam ik thuis. En dan kon ik de eerste twee uurtjes kon ik gewoon niet tegen mijn ouders, die alles voor mij zijn, mijn vrouw toen de tijd, mijn kinderen, mijn broertje, kon ik gewoon niet mezelf zijn.
Ik had een bepaalde... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik het kon noemen. Gedachten, verdriet, pijn. Gevoel. Dat ik niet in staat was om daarover heen te stappen. Om gewoon te zeggen, hé, pa, hoe is het met je, man? Maar nee, bedankt dat jullie zijn komen kijken. Ik heb diezelfde... verloren partij wisten ze bij mij thuis al dat beter, maar even niet met hem praten. Laat maar gewoon eventjes. En dan kom je op een gegeven moment in, want ik heb alle soorten fases meegemaakt. Ik heb ook de tribunefase meegemaakt. In die tribunefase ben je in die fase van, ik heb scheid aan alles. Ja. Ik speel toch niet. Begrijp je? Dan ben je in die fase, dus dan is het bij de wedstrijd, oké, ik speel toch niet. Iedereen gaat mee chillen en dan weet je van, oké, na de wedstrijd gaan we wat gezelligs doen, wat... Eigenlijk helemaal niet, je speelt niet eens. Vriend. Basis moet zijn, ga naar huis. Ja. Maar bij mij was het tegenovergestelde. Wanneer iemand mij zeg maar een soort van prikkelde, dan ging ik zeg maar nog meer hetgene doen wat niet hoorde. Ja, ja, ja. Maar ik ken ook die fases van slechte partijen spelen, slechte potten spelen. Dan was het, ja, ik weet niet of het iets normaals was, maar dat was bij mij echt bagger. Het duurde bij mij echt lang. Meestal was het wegcijferen, PlayStation, dat soort dingen. Dat waren echt mijn dingen om zeg maar een beetje in de moed te komen. En dan was het socializen achter die koptelefoon. En dan ineens gebeurde er wat. Hé, lafvoet. En dan was ik ineens weer die normale guy thuis. Ja, 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 ja. Dat was het proces voor jou. Ja. Ja, voor mij was het echt heel langzaam daarin opkomen. Heel langzaam. In ieder geval de deur, mijn kamer uitkomen. En dit is het stukje wat ik dus... Super dedicated. Oh, ja, ik weet niet of het dedicated is, man. Ik denk toch wel. Als je lang in die sleur blijft hangen, zeg maar. Denk ik dat je... Ik wil niet per se zeggen dat het zeg maar iets goeds is. Maar ik denk dat je zeg maar zo dedicated bent. Dat je van jezelf verwacht dat je eigenlijk... Keer op keer een goede pot neerzet. Maar... Ja, als human being is, je kan niet elke wedstrijd goed spelen. Als ik mezelf terug analyseer, dan denk ik meer dat ik niet in staat was om in het nu te leven, zeg maar. Weet je, ik heb mijn wedstrijd gespeeld. Ja. Ik kan er niks meer aan doen. Ik kan er wel van leren, snap je? Maar het mag mij niet beïnvloeden tot mijn keuzes die ik nu maak. Dus als ik daarna met een familie zit, weet je, is het mooiste wat er nu, waardeer ik dat enorm. Weet je, met je familie, met je kids zitten. Dat is... En had ik dus ook met mijn kids op een gegeven moment... En dit is hetgene wat het voetbal ons ook heeft geleerd, broeder. Als jij bijvoorbeeld een verloren wedstrijd had... geef maar, je verliest een pot... wat was een derby? Utrecht. Wat was de grootste derby? Utrecht-Ajax. Geef maar bijvoorbeeld Utrecht-Ajax. Ja. Stel dat jij die wedstrijd verliest. Ja. En jij kiest er gewoon voor... Jouw vrouw heeft niet gekookt die avond. En je kiest er gewoon voor gewoon normaal een hapje te gaan eten met jouw gezin. Ja. Ja, toch? Ja. Maar jij wordt gezien na die wedstrijd in de media. Ja. Dan heb je de. Dan gaan alle remmen los. Het zo'n braafheid na de wedstrijd, verloren wedstrijd in een restaurant gezien. Terwijl jij bent helemaal niet daar. Hmm. Je gaat gewoon met gezin weg. Dat is wat hun van ons maken. Nou goed, dat wat je zegt, weet je. En dat is ook iets waar ik nu heel erg bewust van ben. Wat je zegt, het stiekeme gevoel. Dat we bezig zijn met de outside noise. Oh. Yeah. Ik heb verloren, dus ik mag eigenlijk nu niet met mijn gezin gaan. Want mensen gaan, wat mensen van ons gaan vinden. Wat mensen hun mening op dat moment gaat zijn. En ik denk dat dat sowieso iets is. Ik denk dat elke speler, elke atleet daar wel tot een bepaalde grens gevoelig voor is. Ja, ik was daar heel gevoelig voor. Ik persoonlijk was daar sowieso heel gevoelig voor. Om het feit dat het disciplinaire vlak... was voor mij sowieso al een heel hoog mijlpaal. En natuurlijk had ik mijn periodes dat ik echt wist dat ik echt goed bezig was bijvoorbeeld. Maar soms had ik ook zoiets van, nee man, dit werkt niet voor mij, zo weet je toch? En toen bij Real speelden bijvoorbeeld, zaten we altijd in een winning vibe. Bij Feyenoord zaten we ook in een redelijk winning vibe en dat soort dingen. Dus dat is wat ik zag vanaf dat ik bij het eerste kwam. Winnen is plezier. Dat is wat ik heb meegekregen. Als je gaat kijken naar Lichting, Pierre van Hooijdonk, Theo Jansen. Daar begon het voor mij. Winnen is plezier. Biertje. Begrijp je? Dus zo kwam ik sowieso in die model.
En bij Real Madrid was het op een gegeven moment van... Eigenlijk vanaf het begin was ik was nummer 15, Guti was nummer 14. Hij had gelijk die hand om ons heen gedaan. Mij snijder, dus... Maar kinderdruk, willen jullie plezier? Jullie zijn met mij. Ja, maar Guti was ook een ander verhaal. Hoe was je band met Guti dan? Ja, dat was... Toen ik eigenlijk bij Real kwam, wist ik wel hoe groot zeg maar, de club was. Ik wist dat Guti en dat soort jongens uit de jeugd kwamen. Maar ik wist niet exact hoe groot ze eigenlijk waren. Ja. Je weet toch? Was heel... En ook op het moment dat ik zeg maar erin rolde, besefte ik ook nog steeds niet van, hé. Je ging gewoon mee in die stroom. Begrijp je? Ja. Voor mij was het nog witte sokken toen de tijd. Ik kwam outfit, ik kwam met witte Adidas sokken. Carnavaro zegt tegen mij, wat kan met jou? Hij zegt, kom horen. Ik zeg, wat is gaande? Hij zegt, maar als jij in Italië zou wonen, je zou nooit meisje mee naar huis nemen. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, die witte sokken nooit meer doen. Hij zegt, je bent nu Real Madrid speler. Je hebt altijd zwarte sok. Ja. Maakt niet uit wat die model is. Ja. Dus ik dacht van, wat zegt deze man allemaal? Ja. Je weet toch? Maar ja, Fabio Cannavaro zegt dat. En sowieso, bij ons was ook gewoon, je speelt bij de groep. Ik moest helemaal inkomen, want ik kwam uit Nederland en natuurlijk waren het op dat moment, we zaten in het eerste bij Feyenoord en dan deden we ons, winkelen bij toen de tijd Caesar. Ja. Nu is dat natuurlijk ook groots, maar toen de tijd was Caesar, was ook opkoming, was een kleine winkel, maar daar kon je je design in close halen. Ja. Daar in de kleedkamer was, je gaat niet halen. Je gaat niet halen met Caesar. Nee, je moest gewoon, je zag gewoon dat het echt dat Real Madrid vibe was en daar hoor je dan ook zeg maar in, maar. Voelde je daar druk door? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, je gaat afkijken. Als je nu kijkt, hè, is dat iets waar je nu weer in mee zou gaan? Of is het nu van, ik ben Roya? Ik denk die leeftijdscategorie ook, toch? Ja. Ik bedoel, van je breekt door rond een leeftijdscategorie 18, 17, 18, 19. Dat is sowieso waar je naar gaat kijken. Mm. En dat is denk ik ook een hele grote valkuil in de voetballerij. Omdat je moet volwassen worden in de periode dat jij, zeg maar, al carrière maakt. Mm. Begrijp je? Jij wordt geen profvoetballer als je 30, 31 bent, wanneer je al hoop hebt gezien. Mm-hmm. Nee. Wow. 17, 18, 19, 20. Dus jij zit sowieso in die periode dat design in close gaat jou eventueel wat doen. Ja. Hoeft niet per se, maar het kan eventueel iets zijn wat je leuk gaat vinden. Ja. Ga je veel pap maken, ga je sowieso erin mee rollen. Ja. Jij kan mij niet vertellen dat de mensen die nice vinden, vinden het niet nice. Ja, precies. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat een stukje bewustwording is bij... Juist, een stukje bewustwording gaat op een gegeven moment komen, begrijp je? Maar goed, sommige spelers, sommige mensen, die zijn daarin natuurlijk een stukje verder. Precies. Ik wil niet zeggen vooruitdenken, maar die zijn al wel met stappen bezig van... Hey, ik heb een korte periode in mijn carrière waar ik zoveel mogelijk die heb ik helemaal niet gehad bijvoorbeeld. Ja. Zoals ik al tegen je zei, rondom mijn 25e dacht ik van dit is het. Ja. En dit gaat nooit veranderen. For life, ja. Begrijp je? Ja. Die besef wat jij nu aangeeft, terwijl, het wordt je vaak gezegd, je carrière is maar van korte duur. Maar had jij mensen om je heen die daarin het verschil in konden maken? Want dat wordt ook... ik denk dat ik is ook een belangrijk... Ja. Had ik mensen om me heen die daarin het verschil konden maken, die me echt op attent konden maken van pik. Het werd wel vaak tegen me gezegd, maar het ging wel echt het ene oor in en het andere. Maar je was eigenwijs. Juist. Hij was eigenwijs. Vroeger... Bepaalde dingen werden wel echt vaak tegen me gezegd, maar... Ja. Heel veel komt ook gewoon... Bij mij op dat... Zeker in, als ik terug ga in die periode... 23, periode 28. Ja. Heb je spijt van bepaalde keuzes? Nee. Zou je dingen anders doen? Ik zou dingen anders doen, maar ik heb totaal geen spijt van mijn handelingen en van hetgene wat ik heb gezien in deze periode als voetballer. Niks niet. Waarom niet? Ik was op dat moment, ik heb al die leeftijden, zeg maar, gepasseerd. En om nu te zeggen, op 35-jarige leeftijd van, oké, ik zou op mijn 25e zou ik dit zo doen. Tuurlijk, ik erken mijn fouten. Maar ik weet niet of ik het anders had gedaan rondom die periode. Want wie zegt dat ik op dat moment al opgewassen was tegen al die druk. Of tegen die keuzes die ik op dat moment maakte. Mm-hmm. Snap je? En ik denk dat het heel makkelijk. En ja, dat het heel makkelijk is om te zeggen van ja.
Ik heb spijt om het feit dat ik heb dat rond die periode gedaan en dat moest ik niet doen. Dan weet ik zeker dat ik eventueel nog had gespeeld nu bij Manchester United. Weet ik niet. Dat was op dat moment mijn persoon, snap je? Als ik op het moment dat ik bij Everton speelde water bij de wijn had gedaan en een veel betere band had gecreëerd met David Moyes, dan had ik waarschijnlijk hele andere paden nog kunnen bewandelen. Maar daar ging je lekker. Dat was mijn, juist, precies. Ik denk dat dat mijn beste periode in mijn gehele carrière was. Wat was dat? Everton. Ja. Op dat moment wou ik geen water bij de wijn doen qua salaris. Ik wou geen water bij de wijn doen om het feit dat ik dacht dat de trainer mij altijd als voorbeeld nam omdat ik van Real kwam en continu de pick-up maat. En op dat moment heb je continu ruzie met een trainer, maar hij laat je wel elke keer spelen. En dan maak je nog brokken ook. Ja, dan in mijn hoofd was het zo van, ja, dit is lekker. Ja. Je mag zeggen wat je wil. Je ziet het toch elke zondag en zaterdag. Ja. Begrijp je? Ja. En dat was sowieso niet goed voor mijn ego. Want ik streelde mijn ego veel te veel. Dus ik had echt scheid aan de hele wereld. Ja. Omdat ik wist van ja, zolang ik op het veld laat zien, begrijp je? En toen hadden we op een gegeven moment in. En daar had je jongens als Tim Cahill, Jack Jelka, Pinar, wie kan ik nog meer opnoemen? Phil Neville. Ja. Dat waren serieuze pro's. Maar die hielden ook wel van een feestje. Dus ik vond het wel. Dus ik was op dat moment 25 en ik zag nog steeds van, hé, maar wacht even, hun doen dit ook. Ja. Begrijp je? En hun doen dit ook extreem wise. Mm-hmm. Ja. Begrijp je? Ja. Dus ik zag er zeg maar die valkuil niet van in. Nee, man. Hey, jongensdromen. Jongensdroom. En ik wil je credits geven alvast. Dat je hier nog steeds staat. Als ik ook naar je carrière kijk. Wat je ook zegt, een van je sterke punten is never giving up. Ja. Weet je, je bent, als ik kijk ook naar, dat je toch twee keer eigenlijk al gestopt bent. Klopt. Ik ben in de periode van 2012. Ja. Dat ik mijn jaar bij Everton heb afgemaakt. Heb ik announced dat ik zeg maar geen plezier meer had in het voetbal en dat ik wou stoppen. Toen ben ik precies 9 maanden gestopt. Daarna kwamen die Russen. Toen de tijd had ik Swag Fashion Store. Die Russen kwamen me halen in mijn eigen winkel. Kwamen onderhandelen daar. Ik werd gebeld van, hey luister. Besef je wat je daar zegt, man? Klopt. Maar toen op dat moment weet ik niet per se of het zeg maar geen plezier meer in de voetballerij zat. Ik was het gewoon beu om zeg maar te doen wat er van me gevraagd werd. Ik voelde mezelf ook gewoon meer dan dat ik eigenlijk was. Latere periode, de periode dat ik weer ben gestopt, dat is de periode 2017. Daar was het wel voor mij echt van, oké, ik moet hier echt uit. Om eventueel iets goed van mezelf te kunnen maken. Wil ik nog eventueel wat gaan doen in de voetballerij. Snap je? In de periode van 2012 was het meer gewoon van, in dat jaar maakte ik zoveel dingen mee in de voetballerij. Het ging zo goed en het ging zo goed op het veld. Dus ik dacht dat met hetgene wat ik laat zien op het veld, dat ik zoveel credits buiten het veld had. Ja. Begrijp je? Ja. Maar goed, ik bedoel, die credits komen weer terug naar 9 maanden. En dat ze je helemaal daarin komen zoeken. En denk ik van, ja, hé, ze willen je wel heel graag. Snap je? Maar goed, 9 maanden niks doen. Ja. In iets wat we dagelijks moeten beoefenen. Klopt. Fit moeten blijven. Een bepaalde lifestyle moeten hanteren. Doe je het wel weer? Kom je wel weer terug? Ja, kijk, wat dat betreft, dat zijn nog wel een van de dingen waar ik voor mezelf wel nog steeds in mijn handen klap. Dus waarom tot de dag van vandaag, nu merk ik bijvoorbeeld wat het kost, zeg maar. Je hebt zeg maar de sporter. Ja. Gewoon de creatieve sporter. Gewoon de normale van 9 tot 5 die wekelijks een beetje sport. En die heeft gewoon de juiste bouw en doet zijn ding. Je hebt natuurlijk ook de megasporter, maar je hebt de topsporter. Vroeger wist ik niet wat topsport inhield. Ja. Ik dacht dat ik wist wat topsport inhield. Weet je waarom ik dacht dat ik wist wat topsport inhield? Op Alexander College hadden we topsportklas. En dat soort dingen. En dat werd gezegd, Feyenoord, Excelsior, Sparta. En ik wist dat topsport, maar ik wist niet wat aankomen was. Of ik wist niet wat ik ervoor moest doen. Of om in shape te blijven. Ik dacht dat het allemaal wel zo bleef. Ja. Want zo was het ook. Mijn periode tot aan mijn 23ste, 24ste had ik nog nooit extra vetjes gehad. Dat kwam voor de eerste keer, kreeg ik dat te horen, zeg maar. Nee, ik kreeg de eerste keer te horen bij toen ik terug bij Jong Oranje kwam. Ja. Toen kreeg hij, ik, Evander Snow,
moesten extra bos lopen omdat we te zwaar terug waren gekomen vanuit 2 weken vakantie. Nee, wacht. Moment. Ik was niet te zwaar. Vet percentage mijn was niet hetzelfde. Mijn conditie was gewoon niet goed genoeg. Ja, maar dat is op basis van vet percentage. Niks gedaan in de vakantie. Ik was zo. Ik was ook zo. Moet je nagaan. Ik was ook zo. Daar had ik nog niet eens die besef van wat zegt hij allemaal. In ieder geval, ik was boos. Ik was zelfs mijn nummer kwijtgeraakt. Ja, klopt. Mijn nummer 8 had mijn nummer 8 afgepakt. Waar ik zeg maar Europees kampioen mee was geworden. Ja. Daarom moest ik een andere nummer kiezen. Van, hij vond, voor Braham vond van nou. Jullie zijn maar wat een weekje vakantie of zo in die weekje. Ja. Ja. Want die besef had ik zelf nog niet. Ik wist wel wat we meekregen. De planning en dat soort dingen. Maar als die planning ging bij mij prullenbak. Ja, maar bij wie niet? Is vakantie. Deed jij het? Ja, man. Ik heb nooit mijn zomers... In de jeugd heb ik nog nooit gedaan. Ik heb me daar wel aan gehouden, man. Ik was wel iemand die daar eigenlijk... Dat zeg ik, jij was dedicated, maar ik was die mannetje. Maar die papier, ook, zodra ik in de auto ging, die papier ging in rugtas. Eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben... Als ik naar het talent van jou en Gianni ook kijk... pure talent... Ja. Ja, broer. Ik zeg je eerlijk, man. En het talent om, als ik naar jullie keek, en dan met name ook naar jou. We speelden heel vaak op dezelfde positie, linksback. Klopt. Maar jij ging dan ook, je had heel veel aanvallende kwaliteit. Jouw creativiteit naar voren toe was nee, maar daarom, off the chain. Daarom had ik ook tegen jou gezegd, sorry dat ik je onderval. Bij mij was het ook pure talent. En dat is ook de reden waarom ik nu tegen jou kan zeggen, bijvoorbeeld. Die extra's, ik moest daar pas later achter komen, zeg maar. Ja. Dus... Op het moment dat wij in teken van Olympische Spelen naar China dat papiertje meekregen van oké, dit moeten we doen zodat jij op dezelfde lijn blijft en terugkomt. Ja. Die besef had ik niet. Ja. Voor mij was het gewoon zo van, is vakantie, dus tante Helen eten, drankje doen. Begrijp je? Gaan we weer beginnen? Ik ben scherp trainer. Begrijp je? Maar ja. Die dingen werden wel gedaan, maar... Ik dacht dat het bij mij altijd wel goed zat. Ja. Totdat ik een keertje te horen kreeg van vet percentage hoog, dit toch. Ik dacht, hoe dan? Wat praat je allemaal? Ja. Je weet toch? Ja. Daarna kreeg ik die besef van, ja vriend, het is niet meer als toen je 21 was. 22 was. Ja. Nou goed, wat ik ook hoor is dat jij eigenlijk wel, hè, fysiek, je talent, cool, puur, dat was goed. Mentaal hoor ik dat, en dat is eigenlijk, hè, bij een ieder ga je dat terug kunnen vinden. Als je mindset wel echt ervoor gaat en echt iets wilt. Ja. Want je bent 2 keer gestopt. Ja, klopt. En de wil om dan terug te komen, nog steeds niveau te halen. Die mindset weer van trainen. We zien je nu vaak op social media ook gewoon. Ik geloof dat dat ook wel een beetje therapie is. Het is wel een mindset die je wel beheerst. Je hebt het wel. Is voor mij voornamelijk therapie, zoals je zegt. Waarom? Ik heb heel veel, ik heb echt ondervonden dat als ik het sporten helemaal weg laat vallen, dan zit ik te vaak niet lekker in mijn vel. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk omdat ik niet beter weet. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Waar ik soms wel denk van, hé, even niks man. Even geen gesport, niks niet. Maar ik merk al heel gauw, dat gaat niet werken bij mij. Mm-hmm. Dus ik moet een bepaalde gangsting vinden. Ook al is het 2 keer in de week, 3 keer in de week. Ook al is het padellen, iets... Beweging. Het is een uitlaatklep. Begrijp je? Ja. Mijn leven... Ik hoorde al dat je super... Dat je... Ik kan aardig spelen, ja. Maar dat komt natuurlijk ook dat... Wacht even, bro. Grap, luister. Ik hoor heel veel mensen zeggen van... Grap, luister nou. Aardig padellen. Ik ging in 2007, vertrok ik al naar Spanje. Dit spelletje komt uit Spanje. Oké. Toen ik mijn huis kocht, heb ik een voetbalveldje onbewust omgetoverd in een voetbalveldje, wat bleek een padelbaantje te zijn. Ja. Als ik dat nu tegen die boys van me zeg, zeggen ze, nee man, dat was geen padelbaantje. Ik zeg, bro, dat was een padelbaantje, alleen was het met muren. Ja. Okay. In Spanje, het spelletje, okay. Zoals wij straatvoetballen hier hebben, al die maten van mij kennen dat spelen. Dus op een gegeven moment rooi je er wel een beetje en speel je af en toe. Ja. Ik moet zeggen... Qua techniek en dit en dat, maar geloof me fanatiek, spelen, je gaat niet zomaar naar huis, we gaan spelen, begrijp je? We gaan spelen? Ja. Ik ben hier nog een paar dagen, we gaan spelen. Mag, zeker. Oké, okay, cool. Wanneer we spelen gaan we het laten lukken. Ik ben benieuwd. Ja.
Ja, hey Roy, ik denk dat je we hebben eigenlijk hebben we zeg maar aan het einde van onze podcast hebben we nog één vraag die we altijd stellen. Van, je hebt hele mooie dingen heb je gezegd, kennis ook gegeven hoe je met bepaalde dingen bent omgegaan. Maar als je zeg maar jezelf, je 16-jarige Roya, met de kennis die je nu hebt, advies zou geven, wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Zou je het anders doen? Zou je bepaalde dingen anders zeggen? Beleven? Ik weet niet of ik het per se anders zou doen als 16-jarige. Mm. Om het feit dat... ik was als 16-jarige nog geen professional. Waar heb je? Ik was toen op dat moment nog jeugdspeler. Ik had toen net een down meegemaakt van Feyenoord jeugd naar Excelsior jeugd teruggezet. Vanwege disciplinaire redenen. En op dat moment was ik nog super, super kind. Op dat moment zei ik ook tegen mijn moeder van, als ik weg van Feyenoord moet, dan hoeft het niet meer. Begrijp je? Dus op dat moment was ik al bezig met die soort van, die escape. Van dan gaan we gewoon bandje spelen, buiten, chillen. Dat was mijn model, begrijp je? Dus dat was mijn beleving op dat moment. Maar als ik mezelf nu eventueel advies zou moeten geven als 16-jarige, zou ik wel eventuele dingen kunnen aangeven, maar ik weet niet per se of ik mijn jeugd zou willen veranderen. Want ik heb wel echt een prachtige jeugd gehad. Ik zeg hem anders. Echt een mooie tijd. Je weet toch, ik vond het echt geweldig, begrijp je? Met de kennis die je nu hebt, zou je de 20-jarige Roya anders advies? Ik denk dat het een betere vraag is. Begrijp je? Want 20 jaar maakte ik die transfer naar Real. Precies. Ja man, ik zou hem superveel advies geven. Om het feit dat ik had nog echt heel weinig besef van het leven. Begrijp je? Ik was op dat moment wel, ik werd op mijn 21ste al vader. Tuurlijk, dat was een bewuste keuze, maar wie zegt dat ik daar al... Klaar voor was. Je weet toch? Ja. Maar als je gaat kijken naar de band die ik nu met mijn oudste dochter heb, is... Je weet toch, amazing. Maar toch, begrijp je? Je maakt impulsieve keuze omdat het kan. Begrijp je? Ik denk dat als ik meer tijd had genomen in mijn proces van vaderschap, in mijn proces van binden, dat ik zeg maar meer tijd had gehad om mij zeg maar beter te kunnen focussen op het stukje voetbal alleen. Mm-hmm. Wat voor advies zou ik mezelf nog meer geven? Ja, moeilijk, moeilijk wel. Voor 90.000 man voetballen is moeilijk advies. Ik wil je nogmaals man een compliment geven. Ik zie jou als een succesvolle man. Dankjewel, dankjewel. Ja man. Wordt gewaardeerd. Ik zie jou echt als een succesvolle man. Waarom ook, is je hebt die rollercoaster, je hebt die ups en downs, snap je? En wat je zelf ook net verteld hebt, is dat je jezelf hebt weten, eruit weten te trekken. En we maken dat allemaal mee en ik weet dat schaamte, zeg maar, misschien. Hele grote rol gespeeld, heel lang. Maar je bent er nog man. En je bent nog relevant. Snap je? Je bent er nog. Ja. En mijn complimenten hoe jij nu hier jezelf presenteert. Dikke, dikke complimenten. Ga zo door in het proces waarin je zit. Ja, dank je. Snap je? En ik weet dat er gewoon nog heel veel moois van jou op je pad tegen gaat komen, man bro. Serieus. Dank je wel. Dus blijf wie je bent. Blijf dicht bij jezelf. Groei nog zelf daar dichter tegenaan. Maar hou dat vooral vast. Hou dat pure die jij bent. Je bent gewoon letterlijk een stuk puurheid. Hou dat vast, man. Want dat is wie jij bent. En mensen waarderen dat. Ja, ik ben daar sowieso eentje van. Ik denk dat ik ook van Gianni mee kan praten. Dat, zeker. Dat, dat we dat gewoon heel erg waarderen, man. Met de ervaring die jij nu hebt. Ja. En de kennis die je zeg maar aan de next gen kan geven. Dat is echt zo waardevol. En je zei net zelf in het begin. Je bent bezig als mental coach, wat wil je ook worden, om de volgende generatie zeg maar bewuster van te maken, die keuze die jij hebt gemaakt, het andere perspectief te geven, zodat ze andere keuzes kunnen maken. En dat is mooi, dat kan je alleen maar, dat zie je als mens. Ik ken je sinds vroeger en ik zie een hele andere Roya hier voor me. Echt. Thanks. En ik zeg je eerlijk, ik kan zeggen dat ik echt trots op je ben. Ja, je weet toch. Ik moet zeggen, zoals ik al eerlijk tegen je zeg, het is niet altijd even makkelijk geweest. Voornamelijk ook, je weet toch, je moet dingen gaan accepteren.
Bij mij was het ook heel moeilijk om bepaalde dingen te accepteren. Mm-hmm. Van oké, zo, zo. Uiteindelijk met de juiste begeleiding en met de juiste mensen praten, ga je dingen beseffen. Weet je toch? En die ga je wel helpen, zeg maar, de juiste directie te varen, in ieder geval. Ja. Hoe lang het gaat duren, God mag dat weten, maar in ieder geval die proces moet zijn. Ja, proces, je, toch? Je zit er al in. Ja, je zit er al in, proces. Dus thanks, man. Hey, dit is wat we willen doen met Building Bridges. Is bruggetjes bouwen. We hebben daarom niet voor niets Building Bridges, hebben we het genoemd. Het is kennis willen verspreiden. Liefde tonen, openhartigheid, kwetsbaarheid ook. Wat je nu aan het doen bent, je kwetsbaar opstellen. En laten zien dat het gewoon een normaal iets moet zijn om mannen onder elkaar om over bepaalde dingen te praten en de stappen te maken van om verder te groeien in het leven. Sowieso love, man. Ja, thanks, man. Broer. Ja, man. Laten we dit voortzetten. Zeker. Thanks. Ja, toch zeker, man, bro. Love me. Bro, super trots op jullie. Wederzijds, man. Ja, dank je. Trots op jullie ook. Jullie hebben iets moois neergezet hier, man. Serieus, man. Dus wat dat betreft... We doen ons best. Dat niet alleen. Ik weet nog toen jullie eraan begonnen dat je zei van hé, we gaan dit en dit doen. Mm. Kijk nu. Respect. Ik heb wel op maan gezet. Ik heb echt op maan gezet. Sorry man, sorry.